zijn er weer met een nieuwe aflevering van Zinderend Zuiden, waarin Joachim naar een zeskamp gaat, ik straks in een sprookjeswereld ben, maar nu eerst Extrema! We zijn pas net begonnen, hè? Ja. En je bent al gaar. Ja, we hebben het gebouwd hier. Oh, je hebt gebouwd? Ja, wij bouwen het decor. Ja, afgelopen week was pokken weer, zoals je weet. Ja. Alles was eruit gewaaid. Oh. Dus we hebben vannacht vier uur begonnen. Tot 10:30 vanmorgen en toen was het klaar. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je een beetje gaar bent. Wie is er nu aan het draaien? Jij bent aan het draaien, hè? Ja. Spannend? Nou ja, heel leuk. Gewoon een vet soundsystem, leuk podium en al onze lievelingsacts en favoriete platen, die kunnen we gewoon vandaag allemaal doen. Ja. Maar het is nog wel begin van de dag, dus het is een beetje rustig. Is er nou voor jou een domper? Nee, helemaal niet. We kunnen gewoon lekker rustig opbouwen vanaf 10 uur nou en we blijven doorgaan tot een uurtje of 11. Wauw. 11 volgens mij, ja, gewoon de hele dag. Zo. Pittige dame. En dat kan jij gewoon met water en een boterham volhouden? Nee, ik heb gelukkig twee hele sterke mannen. Ja. Namelijk Ari Daly en Paul Piero Gabriels. Ook als een coole naam. Dat zijn mijn compagnons van Broek. Broek Crew uit Eindhoven. En die zorgen voor jou. Ja, wij zorgen voor elkaar de hele dag. Met je zus? Ja, het is mijn zus. Ja. Ja. En jullie hebben leuk hetzelfde jurkje aan. Waarom is tweeling. Dat? Ja. Ja. Altijd hetzelfde aan. En hoe hou je nou zo'n lange dag vol? Af en toe een pilsje en af en toe wat rondlopen, af en toe op het strand zitten. Dat is wel handig. Heb je een goed ontbijt gehad? Ja. Heel ja? belangrijk. Wat heb je dan gegeten? Spek met ei, broodjes, kaas, thee. Wat hebben we nog gehad dan? Yoghurt. Oh, jullie eten ook alles hetzelfde? Ja, ja eigenlijk wel. DJ La Puente, hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed. Want je hebt het druk, hè? Het is heel druk, maar het is heel leuk. In iets meer dan een maand, 64 shows en 41 vluchten. En dan bijvoorbeeld vandaag is het toch wel een beetje een thuiswedstrijd voor jou, hè? Ja, als echte Brabander. Ja. Is dat anders? Als kleine jongen stond ik hier met mijn fiets aan de poort. Ja. Mocht ik er niet binnen, stond ik al, oh, daar zou ik willen draaien. En we hebben het hem geflikt, we staan er. En dan jouw haar, dat is toch wel jouw kenmerk. Ja. Je kan het nu niet meer veranderen, hè? Helaas. Ik heb vaak als ik vrij ben een staartje. En dat is heerlijk. Dan herkennen mensen jou denk ik ook niet, hè? Nee, ja, je ziet mensen vaak wel kijken van, nee, dat kan niet. Ja. Maar nee, het is een kenmerk en ik vind het ook leuk, hoor. Want in het begin zei sommigen van, de een vindt het leuk, de ander vindt het niet leuk. Maar het is anders dan anderen. En dat vind ik leuk, daar hou ik ja. van. DJ La Puente fanclub? Nee, wij zijn geen fanclub, maar wij vinden La Puente wel heel erg leuk. Daarom zijn we zo vroeg. En hoe ver gaat het, de liefde voor de DJ? Nou, wij hebben allemaal onze eigen man thuis, dus hij is heel beperkt. En heeft hij ook zo'n haar? Nee, gaat hem niet om zijn haar hoor. Nee, het is alles eromheen. En wie zijn dit? Deze mensen, als ik ergens draai, zijn zij er. Zij horen een beetje bij het interieur. We zijn... twee hele trouwe en hele leuke fans. Wat willen jullie ermee bereiken? Wat is jullie doel? Wij vinden het gewoon leuk. We genieten ervan. Maar het is niet je doel om uiteindelijk met hem te trouwen ofzo? Het zou wel leuk zijn hoor. En wie dan? Ja.
Want dan moet je kiezen. Ik. Ja? Dan ga ik niet mee akkoord. Oh, jullie zijn zusjes? Ja. Ai, oké. En wat is er nou zo leuk aan hem? Ja, het staat erbij, maar wat maakt hem nou zo bijzonder? Nou, ik vind hem heel anders dan andere DJ's. Veel spontaner en gewoon... Hij is zo gewoon gebleven. Ja, inderdaad. Nee, maar hij betrekt je er echt bij en dat is gewoon leuk. Maar ja, ik kan niet meer stuk. Zo erg is het gewoon, ja. En voor wie kom je nog meer, behalve voor mij? Nou, voor Lafuente onder andere. En voor Armand van Helden straks nog. Wordt een mooi feestje, denk ik. En gewoon voor de sfeer en de mensen. En als het nou gaat regenen? Ja, dan gaan we gewoon doordansen. Ja? Dat is een warme nat. Gewoon keihard door. Als je aan me goed zit. Zit allemaal goed, dus... Hey, feestje. Als je aan me goed zit. Het thema op Extrema is dit jaar Sharing Secrets. En ik vraag me af, welk geheim wil jij met ons delen? Ik heb geen geheimen. Nou, liever geen, daar zijn toch wel geheimen voor. Mijn geheim? Dat ik met mijn ouders naar Extrema ben. Debbie, kom eens, alsjeblieft. Ik wil met jullie delen, dat is een geheim. Die heb ik eigenlijk alleen voor mijn ouders. Is dat ik rook. Kom eens. Debbie, ik heb je even nodig. Ja, ja. Dan moet je denk ik wat anders voor vragen. Die is er ook bij. Hallo, je komt niet op tv, dat is een grapje. Het geheim is dat iedereen hier volgens mij redelijk aangeschoten is. We hebben een geheim en dat mogen we delen. Maar wat is het geheim? Wat is jouw geheim? Ik lieg tegen niemand, dus ik heb echt geen geheim. Zijn geheim is dat hij heel veel pillen eet. Beter een blauwtje lopen dan een groentje blijven. Wie niet waagt, die blijft maagd. Beter scheef erin dan rechterlangs. Toch? Hey. Ik vind hem mooi. Mensen in een pak. Hallo. Wat is er met jou gebeurd? Vraag ik me ook af. Ja, ik heb een pak aan en ik moet rennen. Hallo! Maar je bent gedwongen? Nee, het is vrijwilligerswerk. Oké, een beetje eng dit, maar heb je het wel naar je zin? Ja, dat is sowieso altijd. Gaat hier nog wel even lekker door. Wij vertrekken naar landgoed de Wouwse Plantage, waar we in een fabelachtige wereld stappen. Kijken jullie even naar Joachim, die naar de zeskamp voor de jeugdronde West-Brabant is. Ja, het spettert nu nog een klein beetje, maar deze paraplu's hebben ze flink nodig gehad tijdens de jeugdronde. Dat is een soort Tour de France voor kinderen. En door dat slechte weer zijn etappes en tijdritten afgelast. En nu is ook de zeskamp verhuisd van buiten naar binnen.
een hele gymzaal vol hier in Oud-Gastel. Ja, waarom niet buiten? Nou, we hebben de afgelopen dagen te kampen gehad met slecht weer. De weersvoorspelling voor vandaag die was ook niet goed. Dus we hebben op het laatste moment besloten om onze activiteit naar binnen te verplaatsen. En dat is dan vooral met de veiligheid in het hoofd? Ja, dat is vooral met de veiligheid. Want we willen dus niet met 413 kinderen bij extreem weer de straat op. Dat doen we dus niet. Maar wat heeft zo'n zeskamp nou eigenlijk met de jeugdronde te maken? Want in de Tour de France zie ik ze dit niet doen hoor. Nee, dat klopt. De hoofdlijn van ons evenement is uiteraard het fietsen. Alleen we hebben dus ook ploegenactiviteiten om dus ook vooral de kinderen onderling samen te laten werken. Maar hier zijn ook punten te verdienen? Ja, zeker. We hebben ook een ploegenklassement en daar tellen dus deze uitslagen voor mee. Dus het is menens? Ja, het is menens. Maar dat is altijd bij de jeugdronde, het is altijd menens. Hoeveel staan jullie? De meiden staan nu 7e. Maar dat kan nog wel beter. Ja, dat gaan we vandaag doen. En wij staan 21ste. Van de jongens? Ja. Want dat zijn aparte competities. Ja. Maar wat is er nou leuker, zo'n hindernis of lekker op de fiets? Hindernis. Ja, maar de fiets is wel, het gaat beter eigenlijk. Oh, jullie moeten opletten, hoor je dat? Oh, ja. Er komt uitleg. Even die aandacht. Mijn parcours moet onder het net. Door, over de balk heen. U dat niet, telt hij niet. En je moet heel belangrijk op de schouder tikken, dat moet. U dat niet, telt het ook niet. Het zijn de enige spelregels, voor de rest maakt niet uit wat je doet. Gaat dat lukken? Ja, denk het wel. Hij is wel streng, hè? Ja, dat wel. Succes, jongens. Ja, dankjewel. Dankjewel. Wat hebben jullie allemaal al moeten doen? Dat? Ja, wat is dat? Stormbaan. Huh? Stormbaan. En is je haar daarvan in de war geraakt? Oh, dat zat al zo. Ja. Wat vond je het moeilijkst? Die paarden. Ja? Ja. Waarom? Omdat de gatage viel. Mag het wel van de dierenbescherming zo tekeer gaan op een paard? Nou, ik hoop het wel, want anders zijn er wel heel veel mensen met een boete. Nou, de zeskampen zitten hier zo goed als op van de jeugdronde in Oud-Gastel. We gaan weer terug naar jou. Nee, jij moet ook meedoen. Meedoen? Oh, dit doen we nooit meer. Oh, terug naar jou, Silla. We zijn nu bij Fantastival en het weer is niet echt fantastisch. Het is zelfs een beetje in het water gevallen. En daarom zit iedereen binnen aan een grand diner. Sta je hier nou de hele dag een beetje zo in je eentje? Nee joh, we zijn met een hele groep. Alleen ik was gevraagd om hier de wacht te houden. Oh, en wat betekent dat? Dat als er iemand aankomt dan ineens attack? Nee, de bandjes te controleren. Oh, hij mag de bandjes controleren. Ik heb geen bandje, mag ik dan toch binnen? Ja hoor. Waar de Wouwse Plantage? Ja, nou, dat is niet dat we dit zelf uit vrije wil doen hoor. Dat
is gewoon voor ons programma. We horen hier niet thuis. Hoe kom je hier terecht? Nou, we hebben een programma, de Zomer van Britt en Imke. En dan zijn we elke week in een ander thema. En dit keer zijn we het thema van de gekken en de onderwereld ingerogen. Het fantasy-thema, zeg maar. Ja, het fantasy-thema, ja. En past dat bij jullie? Ik denk meer bij jou, hè? Nee, ik ben ook niet zo heel erg alternatief, hoor. Nee. Want ik vind het eigenlijk, heel erg mainstream fantasy. Ja, mainstream alternatief. Want mensen die kopen gewoon die kleding uit een brochure of van een catalogus. Dus het is een soort van gekochte alternatiefheid of zo. Ja. Dat spreekt me helemaal niet aan. Maar het is fantasy, hè? Dus dan kan het allemaal. Ja, maar het is snap gewoon, je? Ja, het is gewoon raar. Die mensen van 40 nemen het serieus om van die gekke kleding te dragen, weet je? Het is zo raar. Ik heb de hele dag geprobeerd. Ik wil het zo graag begrijpen. Waarom doen jullie dit, weet je? Maar ik kan het gewoon, kan het gewoon niet begrijpen. Het komt, dringt me gewoon niet tot me door. Het is ook lastig, want mensen zijn in hun rol. Ja. Dus soms zitten ze half in hun rol, half er niet in of zo. Dus dan kun je ze niet als org interviewen en je kunt ze ook niet als mens interviewen. Dus dan kom je eigenlijk, we zijn niet tot de antwoorden hier gekomen. Oh, dat niet. Nee. En wat was nou erger, de jungle of fantasy gedoe? Fantasy gedoe. Fantasy. De jungle was heftig, maar dit, kijk, de jungle kan dit je begrijpen. Alles. Ja, je kan begrijpen dat apen in bomen leven, dat je weinig brood en weinig eten hebt. Maar dit is echt zo, ja, weet je, waarom ga je ja, in een of ander kostuum van 20.000 miljoen jaar geleden lopen, weet je wel, zonder zakjes voor je mobiel. Nou ja, weet je wat het een beetje is? Nou. Het is het allemaal net niet of zo. Nee. Kijk, dat is echt waar. Kijk, mensen die hebben heel erg hun best gedaan, hebben echt honderden euro's uitgegeven aan hun outfit. En dan, omdat het regent, kunnen ze niet hun haar doen of hun make-up doen. En dan ziet het er allemaal net niet afgemaakt uit. En nou ja, het is gewoon heel jammer dat het hele festival in de water is gevallen eigenlijk. Hoi! Wat hebben we een hoog stemmetje? Ja, komt door mijn mama. Wie is jouw mama? Die zit op de wc. Mama! Die zit op de wc. Mama zit op de wc. Wie en wat ben je? Ik ben Fleer en ik ben een goblin en elf. En wat doe je? Opruimen. Opruimen? Opruimen. Dag Moetie. Hi. Wat heeft u allemaal meegenomen? Bonnetjes om te gaan eten. Ik bedoel hier om u heen. Dat is Skrull, dat is roadkill. Die hebben we langs de kant van de weg gevonden. Vandaar dat ze even wat reserveonderdelen. En dat is Bosbeest, die zit altijd met aan de sham te lebberen. Even een momentje. Ja. Even een mededeling voor de mensen thuis. Mocht het geluid gaan irriteren, is het ook heel leuk om hem gewoon op mute te zetten, hoor. Mooie beelden. Ja, vertel verder. It's a wonder, wonder woman. You're so wild and wonderful. Cause it seems whenever. Dit is toch wel echt een kunstwerk? Ja, het is een eigen ontwerp geweest. Wij zijn twee boomgeesten, zeg maar. We stellen de herfst voor. Dat is met dit weer natuurlijk wel heel toepasselijk. En gaat dit dan thuis ook verder? Zijn jullie thuis ook boomschors en herfstdingen? Dat niet, dat maar... dat wel, zegt ze. Wel. Oké, af en toe wel, maar de meeste tijd zijn we toch terug in de realistische tijd. En hier zijn we onszelf eigenlijk, kan je zeggen. Dat zit iemand. Gaat het goed? Ja, ik ben mijn werk aan het doen. Sorry, wilt u me niet storen? Oh, wat doet ze dan? Ik weet niet, hoor. Door werk. Dat kan heel raar overkomen op televisie nu, hoor. Ik ben mijn schoenen aan het poetsen. Ah, uw schoenen aan het poetsen. Oh, kijk, zie je, daar is ze. Daar is ze. Weet u wel wie zij is? Aaien. Moet je nog een keer, hè? Ja? En wie bent u? Ik ben koning Elrond. Eer Elrond. Oh, dit is gewoon echt de koning. Ja. En wie bent u? Ik ben Arwen, zijn dochter. Oh, zijn dochter. Ja. Oké. U bent dus aan het vieren dat er iemand dood is. Ja, nee, voor elfen is dat helemaal niet vreemd. Want elfen, als ze sterven, hebben ze hun doel bereikt in deze wereld. Dus het is eigenlijk heel mooi iets.
Hij heeft eigenlijk zijn missie volbracht. Hij kan nu gewoon gaan. Ja, inderdaad. En dat vieren wij hier. Kijk, oké. En hoe ziet jouw dagelijks leven eruit? Dagelijks leven. Nou, ja, ons dagelijks leven is eigenlijk wat je ziet. Wij hebben dan een bedrijf, House of Wax. En wij maken wassenbeelden en kostuums voor allerlei evenementen. Maar ook mede voor films, noem het maar op. Waarom moest je nou mijn naam weten? Dan konden wij jouw naam zingen. Heb je niet gehoord? Heb je dat gedaan? Ja, ik heb dat gedaan. Oh, dat heb ik gemist. Dan moeten we dat refreintje even voor jou doen. Ja, doe even opnieuw. Dan let ik even op. Step it up, send me my fine daughter. Step Silla. 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 Step it up, send me my fine daughter. Step it up, Silla, if you can. Ik hoor Step it up, send me my fine daughter. Show your legs to the country, ma. Show your legs to the country, ma. Ja! Nou, dat was een bijzondere ervaring hier op Fantastival. Maar ook komend weekend zijn er weer volop bijzondere evenementen. Het centrum van Tilburg staat weer op zijn kop. Van 22 tot en met 31 juli is de Tilburgse kermis er weer. Van hypermoderne attracties tot aan nostalgische draaimodus. Aanstaande zondag vindt de 5e editie van het Blomme Kindersfestival in Roosendaal plaats. Het muziekfestival voor liefhebbers van 60s muziek. En wij geven er gewoon kaarten voor weg. Ga even naar de site en dan kun je zien wie ze kunt winnen. Tot en met vrijdag worden er weer flink wat kilometers gewandeld tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En dat betekent niet alleen feest in Gelderland, maar ook in Kuik is er 7 dagen lang feest. Wil je nou meer informatie over deze tips? Kijk dan even op de site. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Extreem weer gehad, extrema gehad. Joachim bij een zeskamp. En volgende week dan zijn wij weer terug met iets heel anders. Tot dan!